Op sommige plaatsen lijkt Benidorm wel een beetje op Nederland. Je kan er belegde broodjes kopen. Als je verveelt, ga je naar de Klaverjasclub. En bij de plaatselijke supermarkt liggen kibbeling en lekkerbek in de schappen. Toch is niet alles hetzelfde als in Nederland. De zee is hier een stuk blauwer en de temperatuur komt eigenlijk het hele jaar rond niet onder de 15 graden. En dat is een belangrijke reden dat heel veel Nederlanders de wintermaanden hier doorbrengen. Onder hen Harry Dikmans uit Burg Haamstede. Samen met zijn vrouw brengt hij de winter door in de buurt van Benidorm. In 1954 kwam ik hier al voor mijn werk en dat was al in de Franco-tijd. En zeg ik, toen kom ik hier. De grond kopen over 6 bezetenste meter heb ik nooit gedaan. Had ik het wel, had ik multimiljonair geweest, had mijn kindskinderen niet meer hoeven te werken. Dikmans werkte vroeger als artiest. Hij was sneltekenaar, clown en speelde de boef B2 bij Bassie en Adriaan. Nu is hij bijna 86 en zoekt hij in de winter het mooie weer op. Je hebt mensen die komen hier naartoe, maar hebben ze artrose of dikwijl of reuma. Dus ze hebben er hier geen last van. Ik zeg het, ik ben natuurlijk niet meer de jongste, maar je kan allerlei kwaaltjes voelen enzovoort. En ik kan niet zeggen dat ik hier minder last van heb, eerlijk gezegd. Spanje heeft veel last van de economische crisis. Een kwart van de beroepsbevolking is werkloos. Voordeel voor de toeristen is dat bijvoorbeeld de prijzen in de horeca laag zijn. Ik ga geen 3,5 piek voor een biertje betalen. Of ik het ken, dat gaat hun niet aan. Dat doe ik niet. Al zou ik multimiljonair. Dat zit in de aard van het beestje. Dat is de leeftijd, dat is de achtergrond. Hier kan ik gaan zitten, bij Les Dunes. Schitterend, keurige bediening. Uiterst beleefd. Pilsie 1,30. Binnenkort zal Dikmans weer moeten wennen aan de Nederlandse prijzen, want dan komt hij terug naar Burg Haamstede.